Dit is geen kerk, maar de akoestiek is wel vergelijkbaar. Dus ik zal proberen langzaam te praten. Kunnen jullie me goed verstaan? Ja? Oké. Okay. Welkom allemaal in het vernieuwde Museum Blauwhol in Wording. Wij staan hier in de zaal waar straks de tentoonstelling Jonge Rembrandt te zien zal zijn. Kun je het je al beter voorstellen? We zijn nu druk bezig met ons team om alle bruiklenen veilig te stellen. Dat gaat gelukkig heel goed. Er komen echt fantastische dingen naar ons toe. Uit het Metropolitan Museum in New York bijvoorbeeld. Nou, ik stel me zo voor dat die hier ergens komt hangen. Maar ook wat wij heel belangrijk vonden is dat de nieuwbouw ook een verbinding heeft met de stad aan de andere kant van het bouwblok. Als je straks Museum Blauwhol binnenkomt, kom je aan de oude Siebel binnen en dan steek je dat hele bouwblok over. En dan kun je hier naar buiten kijken naar de molen. Dus ga zo even kijken naar dat uitzicht, want dat is echt fantastisch. Hier creëren we 450 vierkante meter nieuwe tentoonstellingsruimte. En we maken daar een fantastisch programma voor de komende jaren. En we zijn heel erg blij met die nieuwe ruimte, want dat betekent dat wij het bestaande gebouw helemaal kunnen gaan wijden aan de collectie. En Museum Blauwhol heeft gelukkig een fantastische collectie, die we nu nog beter kunnen laten zien. Ik wijs even op de daken. Jullie zien dat die bijzonder zijn in deze ruimte. Nou, heel veel musea, vooral nieuwe musea, er zijn witte kubussen waar je eigenlijk niet goed ziet dat het echt een ontworpen ruimte is. De ruimte is vaak wit, alles is weggewerkt. Bij ons zijn die schuildaken hier, dat is echt architectuur. En die hebben de architecten hier ingebracht en het is ook nog eens heel slim. Want die grote vakken in het midden, daar komt natuurlijk alle verlichting in. Een hele mooie daglichtimitatie en de mogelijkheid om heel genuanceerd de tentoonstelling uit te lichten. Met dank aan Fonds 1818 ook LED-verlichting hier. En de holle delen van die schaaldaken, daar zit alle techniek in. Dus de hele klimaatinstallatie zit erin verstopt. Dus dit zijn hele slimme daken en die elementen, hoeveel wegen ze ook alweer hebben? 30 ton per stuk. En die zijn één voor één hier op het dak gelegd. En zo lang is dat niet geleden. En vandaag is dat het hoogste punt. We lopen nu eerst naar boven en daarna lopen we door de kleine zaal. We hebben namelijk twee van zulke zalen, een grote en een kleine. En je ziet al wel daar aan het licht, als je in die doorgang, daar hebben we natuurlijk bovenlicht. En dat is wat je in het museum eigenlijk wil. Je wil echt natuurlijk dat. Dus naast de zaal waar het laatste oordeel hangt, heb ik straks nog een zaal, een beetje dezelfde formaat. Waarin we heel mooi natuurlijk boven liggen. Hoe heet deze zaal? Hij heeft nog geen naam. Maar dat komt. Dat maken we bij de heropening bekend. Okay. Of eerder als het kan. Maar hier komt het laatste oordeel? Nee. Hier komt, dit is de nieuwe tentoonstellingsruimte. Dus de jonge Rembrandt tentoonstelling. Vanaf 3 november 2019. Okay. In deze zaal, in de zaal. Ja? Het is een hele nieuwe vleugel. Hier het raam. Oh ja. Ja. Hier kan het vak van straks 8 uur. En hier is het later los plateau. En hiernaast komt het groene licht. Heel slim van die aannemer, die heeft daar nu een kraan in gezet. Die staat in ons lichtschacht. Is het kraan gezet? Ja. Ja, ik wil jullie even wijzen op het bijzondere metselwerk hier. Want weet je, mooie dingen, dat weten wij in het museum maar al te goed, daar wil je met je neus bovenop staan. En dan moet het nog steeds goed zijn. En dat geldt ook voor dit gebouw. Ik beloof jullie, als het straks klaar is, dat elk detail van dat gebouw, daar is over nagedacht. En dat is echt mooi om naar te kijken. En dit metselwerk, die metselaars, die zijn zelf heel trots op. En terecht, want het is echt super goed gemetseld. En net op tijd voor jullie om door dit raam naar buiten te kunnen kijken en naar binnen. En vanmiddag hebben onze gasten voor het hoogste punt. En die mogen ook via deze trap, die de mannen nu aan het maken zijn, vanmiddag naar binnen. En ik denk dat juist de van Maleij, de witte steen, waarvan wij altijd hebben gezegd hij is van gooie grijs. Dat die ook, nou ja, je kunt hem nu zien en kom, ik zou ook zeggen tegen iedereen, kom kijken en oordeel zelf. Ik denk dat het prachtig is. En Chris? Ja,
Zijn we al helemaal boven? Nog niet helemaal. Bijna. Mooi uitzicht, hè? Ja, het is een beetje lastig praten zo, maar Jan, gaan we zo nog voorlangs? Ja, we kunnen nog voorlangs. Hier komt straks het filmhuis, hè? Waar is hier? Ook mooi, hier in dit gat hiernaast. Oh, hier. Dat is het gat van het filmhuis. Filmhuis. Maar sowieso, hè, toen ik hier kwam in 2009, de eerste week dat ik hier was, toen werd de fiets van een medewerker in beslag genomen, er was een kogel door de band gegaan en het was bewijsmateriaal. En volgens mij noemden ze dit gebied ook, dit steentje zo, Crack Central. Het was echt niet zo gezellig. Maar nu, moet je kijken hoe mooi dat plein wordt. En volgens mij gaan ze volgende week beginnen met de beplanting. Naar een plan van Piet Oudolf. Dus het hele gebied, cultuurkwartier, dat gaat echt leven. En Leiden investeert in de stad. De stad wordt steeds mooier, steeds beter. En ik vind het echt geweldig dat het museum daar een onderdeel van kan zijn. Nieuwe gevel. Ah, is er wel goed om te zeggen, wij staan hier aan de noordkant en daar komt geen licht. Weinig licht. De architecten hebben de gevel juist die dynamiek gegeven, zodat in de raampartijen en ook in de steen dat licht van het oosten in de ochtend en van het westen in de avond ook nog die gevel zal bespelen. En wij denken dat dat ook heel mooi wordt. En in dit gebied, het is een oud industrieel gebied van Leiden, we zien dat kleine wevershuisjes afgewisseld worden met grote fabrieken. En ook dat is voor hen echt een uitgangspunt geweest. Juist die contrasten tussen kleinschalig en grootschalig. En straks zul je zien op dit plein, dat noemen wij het Oostblok, daar, dat pand. En daar heb je de molen en de lakenhal. En die drie die gaan met elkaar gaan die een verband aanstaan. Meta, je laat nu zien hoe het eruit gaat zien, maar er was ook best wel wat kritiek op, hè, in eerste instantie. Ja. De trekzak en dat soort benamingen. Ja, de Leidse trekzak, maar dat vind ik eigenlijk heel leuk. Ik hou er wel van als met de nodige humor zoiets toch uiteindelijk wordt omarmd door de stad, is het niet. Maar weet je, volgens mij wordt het prachtig. Ik denk, kom en oordeel zelf straks, als het af is. Dat we allemaal binnen de budget krijgen. Ja hoor, dat zou ik doen. Dan kan ik dat wel schrijven. Kleine zaal. We hebben 40 dansingszaal, de grote en de kleine. Deze is iets kleiner dan de grote. En hier hebben we dat mooie natuurlijke daglicht. Je ziet nu dat op deze schaaldaken daarboven is een opslagplaats gemaakt. Een grote kraan die de hele dag over het terrein beweegt en overal pakketjes aflevert. En dit is nu opeens een heel andere opslagplaats geworden. Maar straks dan zul je zien dat er komen mooie velums in en we hebben super mooi natuurlijk daglicht. En ik ben zelf ook heel blij, ik heb het net al even gezegd, want het was een hele waaier. Met het feit dat je hier ook echt architectuur ziet. Hier is niks gemaskeerd, alle techniek is weggeborgen in deze schaaldaken. En je ziet ook dat de binnenkant van de schaaldaken, die is in de fabriek al zo gemaakt als die straks ook zal zijn als het museum af is. Dus, en dat was eigenlijk een hele spannende fase ook in het bouwproces. Of dat allemaal zou gaan lukken. Maar wij zijn enorm blij met het resultaat. Hé, Bob? Zeker. Ja. Dit bouwpakket is onderdeel van onze klimaatinstallatie. Ik denk dat dit 100% van het totale aantal buizen dat jullie hier investeren is dicht. 0,2. De klimaatinstallatie in het 17e eeuwse gebouw wordt vernieuwd en natuurlijk in dit gebouw wordt helemaal een klimaatinstallatie aangebracht. In een museum is dat heel belangrijk, net zoals de beveiliging. Dat zijn twee aspecten die een museum echt anders maken dan een kantoor, om het maar even zo te zeggen. En bij ons helemaal, want we hebben een 17e eeuwse gebouw. En ik denk, als je straks bij de opening komt, dan zie je hier helemaal niets meer van. Elke holle ruimte in het gebouw.
gebouw is gebruikt om deze jongens weg te werken. En daar zijn we eigenlijk best wel heel trots op, want dat is niet eenvoudig. Het is echt een puzzel en dat maakt het de aannemer dat je zich soms twee bochten moet dwingen om te proberen dit zoveel mogelijk uit te zien gaan. Maar dat gaat goed lukken. Er zit heel veel werk in, heel veel mensen, heel ondankbaar. Je ziet het echt. Een jaar na opleving. En, believe me or not, het ziet er nog steeds zo uit. Dat is echt fantastisch. En we kijken ook heel veel naar dit schilderij nu, van Suzanne van Steenwijk Gaspoel. Om bijvoorbeeld de kleur van de luiken vast te stellen, die we straks weer gaan terugbrengen. En dus we gaan zo de voorkant zien, dan zul je dit beeld ook weer herkennen. Deze achterkant, je ziet het wel, al die bouwsporen. Dit is gewoon meer dan 375 jaar bouwgeschiedenis. Het is een bokdalige gevel. En de restauratiearchitecten, dat is Julian Harrap Architects uit Londen. En zij kunnen juist heel goed, zij in die archeologische benadering. Waarin je de geschiedenis als het ware nog kunt aflezen aan het gebouw. En als je hier goed kijkt, dan zie je dat overal in het metselwerk terug. Waar schoorsteenkanalen hebben gezeten, waar kozijnen hebben gezeten die ooit zijn dichtgemaakt. Wij hebben ook een hoop nieuwe kozijnen gevonden. 4, die we weer allemaal open gaan maken. Waardoor je ook veel meer vanuit het gebouw straks de binnenplaats op kan kijken. Nou, hier kan ik echt heel lang over praten. Maar dat zal ik niet doen. Maar ik vind het wel heel mooi dat het museum zo'n Januskop heeft. Van de 17e eeuwse voorgevel. En een achtergevel waarin je kan zien dat die voorgevel meer dan 375 jaar oud is. Oh, meta. Ik maak er weer een foto van u. Oké, het is niet zo goed plaatje, het is wel een heel mooi schilderij. En als je om je heen kijkt, dan herken je alle details, herken je gewoon nog terug. In 1639 werd besloten tot de bouw van de Lakenhal. De stadsarchitect was Adolf van Schavenzanden, die heeft in Leiden 4 fantastische gebouwen neergezet. De Lakenhal, hetzelfde jaar kreeg hij opdracht voor de Marenkerk. Dat is een prachtige octagonale kerk, die kunnen erop, van Lange Maren. De bibliotheek heeft Tiziana aan het Ravenburg met het Huis van Leiden aan het Ravenburg. 4 gebouwen. En hier kijken we natuurlijk ook echt naar de architectuur van Arend van Schavenzanden. Want de Lakenhal is een van de meest perfect bewaard gebleven voorbeelden van het Hollands klassicisme uit de 17e eeuw. En we hebben enorm veel gesprekken gehad met heel veel deskundigen over hoe we dit zouden moeten aanpakken. Want
jullie nu zien is al het metselwerk, al het steen is gerestaureerd. Al het houtwerk is ook behandeld. Daar zat behoorlijk wat rot houtwerk tussen. En wat ook zo was, is dat je aan de weerszijde van die kozijnen had je enorme sparingen, voegzalmen. Ze hingen bij wijze van spreken los in de gevel. Dat is allemaal helemaal gepakt. Het is ook geschilderd. En de Leidse kleurenwaaier, Dursteen beige, is het houtwerk. En straks komen die luiken terug in Engels rood. Dus niet omdat we een Engelse architect hebben, maar omdat Engels rood vroeger ook heel veel hier werd toegepast. En dat gewoon echt een prachtige diepe kleur rood is. En ook de poort zal die kleur krijgen. Jullie zagen net hier, oh, daar zijn ze, Brian en zijn collega uit Engeland. En wat zij doen, is dat zij bezig zijn met het laatste stapje van de restauratie van de voorgevel. En meteen ook het allerbelangrijkste, namelijk het zandsteen. Bentheim zandsteen, super kwaliteit zandsteen, heel mooi bewaard gebleven. En dat zwarte wat je ziet, dat is een chemisch proces waarin vervuiling in de toplaag van het zandsteen wordt. Maar als je kijkt, bijvoorbeeld als je echt hier gaat staan en je kijkt naar de decoraties, naar die reliefs, die zijn zo mooi gemaakt, zo super goed gemaakt. En voordat wij gingen restaureren, zat hier een dikke laag beige verf op. Een soort make-up, zal ik maar zeggen. Die hebben we eraf gehaald. Wat we nu terugbrengen is een minerale verf. Die we transparant opbrengen. Waardoor je ook iets van de patina daaronder blijft zien. De voormuur, is toch wel goed om te zeggen, is een 17e-eeuwse voormuur. Die de schilderes cut en paste of à la lettre even opzij heeft geschoven op dit schilderij. Maar die gewoon al hiervoor stond. Maar ze heeft hem even opzij geschoven, zodat je dat mooie binnenplein kon zien. Zelfs de tegeltjes, het tegelpatroon waar je op staat, is nog hetzelfde. Dus als je straks van de oude singel hier de binnenplein in stapt, dan stap je in die omarming van het 17e-eeuwse gebouw. Nou, volgens mij is dat echt een historische sensatie. Ik verheug me daar enorm op. Ik denk dat dat bezoek meteen al heel bijzonder maakt op het moment dat je hier staat. Dat je ook het gebouw weer kunt lezen. Want door dat glazen dak wat hier zat, keek eigenlijk niemand meer naar boven. Heel raar. Waar kan ik mijn kaartje kopen? Waar kan ik mijn jas ophangen? Zo. Maar nu stap je straks binnen en dan, tada, is dat gebouw daar. En de architecten noemen dat heel chic een enfilade van ruimtes. Dus je komt uit de oude binnenstad, kom je op het voorhof, daarna in het entreegebied ben je weer binnen. Dus je komt van buiten, dan stap je naar binnen, stap je weer naar buiten, op die achterplaats. En van daaruit, ja, naar het laatste oordeel natuurlijk. Dus allemaal in één as gedacht. En misschien ook leuk om te vertellen, op dit plein komt straks het terras van horeca. Hiernaast komt het museumcafé. En dat wordt een plek ook in de stad waarbij je als museumcafé daar als bezoeker naartoe kunt gaan. Maar ook als stadsbezoeker het café kunt bezoeken zonder dat je per se het museum in moet. Dus ook een plaats in de stad. In die muur komt een opening. Er wordt een deur gemaakt, of er is al een opening die de toegang vanuit het voorhof naar het museumcafé zal verlenen. En vanuit binnen kun je ook het museumcafé in en vanaf de straat ook. Museumcafé. Dit is op het zuiden, hè? Dit is nog niet de inrichting, dus nee. Dan moet je gewoon echt in volumes denken. Want hoe het ingericht wordt, dat is nog dat is totaal anders dan wat op die visual staat. Ja. Het gaat echt om volumes. Maar een voorhof op het zuiden met een terras, dat is ook weer een mooi welkom voor het publiek. Ik ben even jouw charmante assistente, dan kun je misschien het publieksgebied nog uitleggen, want daar is het heel donker. Dit is wat Meta net zei, na het voorhof kom je binnen het entreegebied, de vestibule zoals we dat noemen. Aan de rechterzijde zal een balie komen en de kaartverkopen plaatsen hebben en de informatievoorzieningen over wat er allemaal te doen is in het museum. Aan de rechterzijde zullen we een museumwinkel inrichten. En we zijn natuurlijk een lakenhal waar vroeger de lakense stoffen werden gekeurd. Dus wij willen iets van die identiteit terugbrengen, waarbij we ook in de museumwinkel... We hebben Leidslaken nieuw leven ingeblazen. We zijn met de serie Nieuw Leidslaken bezig met ontwerpers en kunstenaars. Die gaan we straks, als het heropend is, ook aan het publiek, aan de consument aanbieden. Dus we gaan wederom de geschiedenis, we gaan opnieuw halffabrikaten aanbieden. En die worden op een carousel worden die gepresenteerd. En we willen allemaal ook stoffen die refereren aan de wolgeschiedenis, aan de textielnijverheid in de winkel aanbieden. Waardoor deels ook de museumwinkel een identiteit krijgt van een stoffenwinkel. Ja? Oké. Jan?
stenen liggen, die worden allemaal hergebruikt. Ja. Dat is natuurlijk wat we combineren, om zoveel mogelijk vanuit restauratie-oogpunt als vanuit duurzaamheid zoveel mogelijk te hergebruiken. Dus deze wordt nu gebruikt om de achtergevel in te boeten. Jan, zeg ik dat zo goed? Ik heb ook een nieuwe taal geleerd. Dat is helemaal technisch hoor. Ja, waarom doen we dat allemaal? Weet je, waarom dit hele project? Nou, vanwege de collectie natuurlijk. Het bestaansrecht, de identiteit van het museum ligt in de collectie. Dus we zijn met het team conservatoren bezig om hele mooie nieuwe collectiepresentaties te maken. En hier op de eerste verdieping van de Laapal gaan we echt het verhaal vertellen van 7 eeuwen industriële geschiedenis. 7 eeuwen maken van Lakense stoffen in Leiden. En de wereldwijde handel die daarbij hoort. Want dat Leidse laken was echt wereldberoemd in de 16e en de 17e eeuw. En het oudste lakennootje hebben wij in de collectie is gevonden aan de Warmoestraat. Dat dateert van ongeveer 1300. Dat betekent dat er toen al laken werd gemaakt. Dat betekent dat er toen al een sleutel op het loodje stond. Wat heel bijzonder is. En dat er al gehandeld werd. Want de Warmoestraat is de oudste handelsstraat van Amsterdam. De laatste fabriek stond hier in de Lange Gracht. Sloot in 1977. Daarmee is dat ambacht verloren gegaan. En nu gebeurt het in Bangladesh, om het maar een beetje scherp te stellen. Dit wordt de stempelkamer. Hier kun je straks zien hoe dat lood in die lakense stof werd geslagen. Daar hebben we allemaal voorbeelden van. Maar wat ik jullie hier ook even wil vertellen is, kijk om je heen en dan zie je eigenlijk al de sporen van hoe die klimaatinstallatie vroeger gewoon door de vloeren van dit 17e eeuwse bouwdeel heen. Overal zaten kokers, dubbele wanden, etc. Dat hebben we allemaal weggewerkt. En in die bovenvormige doorgang komt straks een deur. En je ziet al daar de klimaatinstallatie lopen. Die loopt daar straks gewoon dwars doorheen. Dus we gaan eigenlijk de hollingen van uitspuiten die later in het 17e eeuwse gebouw zijn gemaakt, gaan we gebruiken om die klimaatinstallatie heel mooi weg te brengen. En dan nog iets leuks om hier te vertellen. Je ziet hier dat die 3 ramen zitten. Straks kijk je vanuit hier op die achterplaats. Links en rechts, daar zaten vanaf eind 19e eeuw tot 1986, als ik het goed heb, 2 16e eeuwse renaissance ramen in, die van een pand aan de Pieterskerkgracht kwamen. Daar zit echt super gaaf houtsnijwerk in, topkwaliteit. De glas- en loodramen die daarbij horen, het gebrandschilderde glas, bevindt zich in Parijs, in het Musée des Arts Décoratifs. Dus het kozijn en het glas zijn van elkaar gescheiden geraakt. In de jaren 80 kwam er een bruikleenaanvraag uit Parijs of de kozijnen daar naartoe konden. Op dat moment waren ze hier nog aan de buitenlucht blootgesteld. Dus het museum dacht dat doen we. We nemen ze eruit, we sturen ze naar Parijs. Dat is ook goed voor het behoud van die ramen. Maar daarna zijn ze in depot beland. Nu krijgen we hier een glazen dak. En kunnen wij die ramen weer terugbrengen? Dus je gaat hier straks, en dat is eigenlijk tekenend voor de Laakhal. We hebben niet alleen een collectie van ongeveer 23.000 voorwerpen van kunst, kunstnijverheid en geschiedenis. We hebben ook meer dan 350 zogenaamde aard- en nagelvaste collectieonderdelen. De tegeltjes in de schaal, met de 2 karyatiden aan leerzijden daarvan, van zandsteen, die plaatsen we straks weer terug. De 16e eeuwse renaissance ramen, en ga zo maar door. En wat we in elk geval na de heropening ook gaan doen, is dat we... We hebben 7 kernverhalen die we gaan laten zien in de collectieopstelling. En ons 8e verhaal is ook een heel bijzonder verhaal. Dat is het verhaal van het gebouw. De geschiedenis van het gebouw en van de manier waarop de collectie daarin verweven is. Ja? Toen de Laakhal nog een keurhal was voor Laakse stoffen, was de kant waar we net vandaan kwamen, was zeg maar de werkkant. Daar werd gewerkt, daar werd het lood geslagen, daar werd de stof gekeurd. Deze kant van het gebouw, aan de westkant, was de rijke kant, de formele kant. Hier werd bijvoorbeeld recht gesproken. Dit is de gouverneurskamer. Het portret van de gouverneurs hangt hier achter nog steeds, achter die houten betimmering. En straks komen ook de grote schilderijen die speciaal in de opdracht van de gouverneurs van de Laakhal gemaakt zijn, komen hier weer te hangen. Dus wat we eigenlijk op deze verdieping doen, als je kijkt naar het 17e eeuwse gebouw, de restauratievisie is zo dat die heel gelaagd, per gebouwonderdeel als het ware redactioneel wordt vastgesteld. Beneden is de functionaliteit heel belangrijk. Wij moesten beneden een nieuw publieksgebied maken om dat voorplein vrij te kunnen maken. Op
de eerste verdieping is die 17e eeuwse geschiedenis heel belangrijk. Dus hier zullen we de verhaal vertellen van 17e eeuw Leidslaken. In een gebouw dat ook eigenlijk laat zien, wat als het ware weer laat zien hoe dat in de 17e eeuw was. Met verschillende kamers, een grote pers, een kleine pers, met een rijke kant en een arme kant. Je zult het straks ook terug kunnen zien in de kleuren bijvoorbeeld, want er moest gewerkt worden, er was licht nodig, er moesten ook heel veel ramen. Als je hier door het raam naar buiten kijkt, zie je daarachter een kozijn verstopt zitten. Dat hebben wij weer teruggevonden, dat was helemaal afgedekt. Dus straks kunnen we hier ook weer een aantal ramen openmaken. En op de bovenste verdieping, de tweede verdieping, daar gaan we nu niet naartoe, hè Jan? Naar de tweede verdieping gaan we niet, of wel? Nee, vanwege de tijd al. Nou, dat maakt niet uit, maar daar is in 1872 het museum voor het eerst open gegaan. Officieel ging het in 1874 open in het hele gebouw. In 1872, op 3 oktober, was de eerste keer dat de collectie uit het stadhuis hier in een nieuwe kunstzaal, 19e eeuwse kunstzaal, op de tweede verdieping werd getoond. Er kwamen 4000 mensen op één dag, ja, 3 oktober. Er was politie te paarden om de boel te bewaken. En daarmee was eigenlijk het initiatief van burgers van deze stad. Die zeiden, wij willen een museum. Ja, was gewoon aangetoond dat daar behoefte aan was. En toen werd het hele gebouw vrijgemaakt. En 2 jaar later opende het museum het hele gebouw. Dat betekent voor ons dat we op de bovenste verdieping nog steeds die 19e eeuwse kunstzaal straks hebben. Wat we ook gaan doen boven is een universiteitskamer in. Gelukkig kan dat. Dankzij de schenking van een particulier. Die we na het laatste besluit nog hebben gekregen. We gaan een schenking van 5 ton. En daar kunnen we onder andere ook de universiteitskamer van En dan wordt ook het verhaal nooit hier werd verteld. Van de band eigenlijk tussen de universiteit en de stad.